Hoi, ik ben Algje. Ik zie jou wel hoor. Ik ben een algoritme. Een verzameling instructies die voor kunstmatige intelligentie werkt om een speciale taak uit te voeren. Mijn taak is om te bladeren door eindeloze stapels cv's en sollicitatiebrieven om op zoek te gaan naar de beste kandidaten voor een baan. Dit is Ed, de dataset. Ed helpt me bepalen wie het beste is. Hij ziet niets, maar weet wel heel veel van mensen. Hij is een verzameling vormen en kwaliteiten. Omdat ik een machine ben, lijk ik vrij te zijn van emoties en aannames. Ik ben gemaakt om anders dan de mens, zonder vooroordelen te kunnen bepalen wie de meest geschikte kandidaat is. Weten nieuwe mensen jullie vaak goed in te schatten? Niet altijd. Aan de situatie eigenlijk. Toch is de manier waarop ik kijk door iemand voorgeprogrammeerd. En heb ik mijn inschattingsvermogen geleerd uit oude datasets. Ik begin me dus af te vragen, kijk ik dan wel onbevooroordeeld naar de toekomst? Wiskundige Cathy O'Neill vraagt zich ook af waarom we blind op algoritmes vertrouwen, als de meeste mensen niet eens weten wat er in ze omgaat. En de mensen die dat wel weten, de programmeurs, zijn historisch gezien een homogene groep. Algorithms are opinions embedded in code. Niet alleen de programmeurs beïnvloeden algoritmes, ook de datasets waar ze van leren. Computerwetenschapper Joy Buolambini wijst ons op de vooroordelen die in oude datasets sluipen. If the training sets aren't really that diverse, any face that deviates too much from the established norm will be harder to detect, which is what was happening to me. But don't worry, there's some good news. Training sets don't just materialize out of nowhere. We actually can create them. So there's an opportunity to create full spectrum training sets that reflect a richer portrait of humanity. Daarom ga ik de straat op. Om te praten met allerlei soorten mensen over hoe zij het liefst gezien willen worden als ze gaan solliciteren. We vroegen mensen om met de vormen van Ed een zelfportret te maken waarin ze de kwaliteiten waar ze het meest trots op zijn kunnen visualiseren. Daarmee gaan we het gesprek over AI en solliciteren aan. Ik kan ook zeggen van, zou een computer daar anders mee omgaan dan een mens? Ja. Als ik probeer te bluffen. Ja. Misschien wel, misschien niet. Ik denk dat het moeilijk is, maar... En zou het iets positiefs zijn als algoritmes kunnen vertellen of iets een bluff is of niet? Of moet dat bluffen eigenlijk kunnen in een sollicitatie? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk vind ik het een beetje jammer dat het... Dat het de gewoonte is. Ook bijvoorbeeld dat je altijd, maar over goede eigenschappen gaat. En de zwakheden en zo, die zijn taboe. Het gesprek over zien en gezien worden in het sollicitatieproces en de zelfportretten vormen zo de dataset van de toekomst en geven ons nieuwe inzichten.